Hey, op de dag dat jullie deze video zien is het dan eindelijk december. Ik hou heel erg van december. Het is een van mijn favoriete maanden en dat heeft alles te maken met kerstmis en oud en nieuw. Dat zijn echt dagen waar ik enorm naar uit kan kijken. Maar vandaag gaan we het nog eventjes over november hebben. Ik heb namelijk weer dingen gekocht in november, zoals altijd natuurlijk. En ik ga je ook deze maand weer laten zien wat dan allemaal. En waar ik heel erg trots op ben, is dat het deze maand eindelijk eens een keertje wat minder is dan de afgelopen maanden. Dus ik hoop deze maand onder de 10 minuten te blijven. Let's go! Van kleding heb ik deze maand het meest, dus daar begin ik maar gewoon weer mee. En ik heb vorige maand in de shoplog van oktober al laten vallen dat ik aan het wachten was op een hele grote H&M bestelling. Uiteindelijk is die binnengekomen, echt vorige week of zo pas. En onder andere zaten daar weer wat sportdingetjes in. Onder andere deze sport-BH, die ik heel erg mooi vond eigenlijk op het plaatje meteen. Hij is gewoon... Hoe hou ik dit omhoog? Hij heeft net een iets ander design dan normale sport-BH's, dan andere sport-BH's. En vooral ook de achterkant vind ik tof. Kijk, er zit zo'n kruis in mesh. En ik had eigenlijk maar één echt goede sport-BH die goede steun gaf en dergelijke. Dus ik dacht, ik wil er gewoon nog eentje. En komt goed uit dat die ook nog eens mooi is. Je ziet, het kaartje zit er nog aan, want ik heb hem nog niet gedragen. Het is namelijk enorm koud op dit moment. Ik weet het. Geen excuus. Ik ben ook gewoon heel erg lui. Maar sporten zou ik dus weer moeten doen. Dat is iets voor mijn goede voornemenslijstje. Dan kocht ik ook een t-shirtje. Dat is eigenlijk ook niet voor op dit moment. Want je hebt nu meer aan lange mouwen. Maar ik vond deze gewoon heel erg mooi. En hij was ook niet zo heel duur, herinner ik me. Hij is gewoon zwart. Echt, ik draag sowieso het liefst zwart. Maar ik sport ook het liefst in het zwart. En wat ik heel erg leuk vind aan deze is dat hij mesh mouwtjes heeft. En voor de veiligheid een reflectiestreepje op de rug. Dus deze. En het derde sportartikel is dan wel iets dikkers. Dit is een hardlooptop met ook een capuchon eraan. Met een wat hogere halslijn, zodat het niet zo koud is. Ritsje erin. Zwart met grijs, zoals je ziet. Lekker lang, lange mouwen. En hij is aan de binnenkant ook een beetje... ik wil zeggen vliezig, maar dat is het niet. Maar het is in ieder geval van super zacht spul gemaakt. Dus hij zit ook heel comfortabel. Ook nog helemaal niet gedragen deze. Terwijl deze toch wel echt voor de winter is. Dus laten we gewoon het dealtje sluiten. In de volgende shoplog, dus in die van december. Ja, dus begin januari moet ik gewoon 3 keer hard gelopen hebben. Laten we dat in ieder geval afspreken. En hou me er ook aan, want anders doe ik het toch weer niet. Sport is echt zo'n ding. Ik weet dat het moet, maar ik haat het. Toch blijven we nog heel eventjes bij sport. Ik kocht namelijk ook een nieuw badpak. Ik probeer namelijk ook 1 keer in de week te zwemmen. Lukt niet altijd, maar op zich, dat doe ik zeg maar met een sportbuddy, met een van mijn vriendinnen, Elin. En het helpt gewoon heel erg om dit soort dingen met z'n tweeën te doen. Dus zwemmen doe ik wel. Ik had alleen een badpak dat was echt al 4-5 jaar oud. Hij was inmiddels ook niet meer zwart, maar gewoon donkergrijs. En hij begon onderhand ook al symptomen van doorzichtigheid te vertonen en zo. Dat moesten we natuurlijk niet hebben, dus ik ging op zoek naar een nieuw badpak. En ik heb uiteindelijk deze gekocht van H&M. Deze is dus een beetje... beetje zoals je hier ziet, ook van mesh. Ik ben heel erg fan van mesh en zo blijkbaar. Het is officieel gezien een strapless badpak, maar dat kan ik helemaal niet aan. Dus ik draag hem zeg maar met de straps in mijn nek. Dat zit op zich heel prettig. Wat ik heel mooi vind is dat hij dus van die nep cut-out heeft aan de bovenkant en aan de zijkant. Hier zit gewoon een soort van vleeskleurig stofje in. Maar het lijkt natuurlijk alsof je dan dus soort van naakt bent eronder. Wat ik vet mooi vind. En wat ik ook wel tof vind aan deze is dat de... hier zie je dus de vleeskleurige stof nog eventjes. Pretty. Maar hij heeft een wat lagere rug. En dat vind ik wel heel erg elegant staan. Het is niet het mooiste badpak op mijn figuur of zo. Maar zoals ik zei... ik zwem elke week en ik hoef er dan niet echt super bombshell-achtig uit te zien of zo. Het gaat er gewoon om dat hij past en dat ik erin kan zwemmen en dat hij niet doorschijnt. En deze heb ik dus trouwens al wel gedragen. Namelijk afgelopen maandag. Dus be proud. Wat er verder in mijn H&M bestelling zat was ook nog een katoenen jurkje. Of ja, mag het eigenlijk al een... Ja, hij valt als een jurk, maar eigenlijk is het gewoon een soort van lang
t-shirt. Wat je gewoon zo flop over je hoofd gooit. En dan zit het super leuk. En deze was ik heel goedkoop. Wat ik wel leuk vind is dat hij een soort van... Hij is van een soort van ribstofje. Wacht. Ja, kijk. Hij is van een soort ribstofje. Wat ik heel erg leuk vind. Deze moet trouwens in de was hoor. Ik heb hem echt uit de wasmand geplukt ernet. Maar dat vind ik heel erg leuk. En dat valt leuk. En ja, dit is eigenlijk gewoon een soort van jurkje voor erbij. Love it. Dat was H&M bestelling nummer 1. Maar er is ook een H&M bestelling nummer 2. Namelijk eentje die ik deed met Black Friday. Ik had eigenlijk al de week ervoor stiekem wat dingen in mijn winkelmandje gedaan. En toen zag ik ineens dat er 20% korting was op het hele assortiment. En toen dacht ik, oké, kom maar hier dan. En daarin bestelde ik onder andere dit shirtje. Met, nou ja, zoals je ziet, streepjes, namelijk donkerblauw, lichtblauw en een beetje roze zit er ook in. Vind ik wel een beetje lenteachtig qua kleuren, maar ik dacht, deze staat vast super leuk onder die denim overgooier die ik heb. Ik zal hier even een beeldje in monteren, nou ja, waarin je hem dus ziet met een ander shirt eronder. Maar ik denk dat deze er ook heel erg leuk bij staat, heel leuk combineert. Hij is wel super cropped, ik weet niet of dat, ja, dat komt op camera op zich wel goed over. Hij is heel kort, dus ik zou hem echt alleen maar dragen. Dus inderdaad onder een overgooier of boven een taillerokje en dergelijke. Anders kan ik dat echt niet hebben. Maar ik vond de kleuren heel erg leuk. De streepjes vond ik leuk. De lengte van de mouwen vond ik leuk. Ik vond eigenlijk alles leuk hier aan. En het allerleukste vond ik nog wel dat hij nog maar 4 euro kostte. Dus hoera. En ik denk dat hij het ook heel leuk doet op film. Ik draag heel erg veel zwart, maar dat vind ik op in video's vaak best wel donker. Dus pastelkleuren zijn dan vaak net iets gezelliger. Dus je zult me deze waarschijnlijk nog heel veel zien dragen in video's. Ook zat er in die bestelling de broek die ik nu aan heb. Daar zal ik ook even een beeldje van in monteren. Het is een zwarte shaping skinny jeans, dus van H&M. En het is eigenlijk precies dezelfde broek die ik eerder dit jaar al in het lichtblauw en in het donkerblauw kocht. En ik vind dat hele fijne broeken. Ze zitten heel lekker. Ze sluiten strak aan, dat vind ik heel fijn. Ik had zeg maar een zwarte broek hiervoor, maar dat was echt zo'n broek die bij de knieën, onder andere trouwens overal, maar heel erg begon te lubben. Als je hem langer dan 2 uur aan had. Dus dat vond ik gewoon heel irritant. Deze broeken zitten lekker strak. Ze lubberen niet uit. Ik vind wel dat de kleur snel terugloopt. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat met deze zwarte broek zal gaan. En ze zijn op zich voor broeken in het algemeen niet heel duur. Ze zijn 50 euro per stuk. Ja, wat ik zelf op zich duur vind, want het is een stuk duurder dan een panty van de HEMA. Maar voor broeken in het algemeen zijn ze niet zo heel prijzig voor wat ze doen, vind ik. En ja, ik ben dus heel erg blij met mijn nieuwe zwarte broek. Maar mijn favoriete aankoop van deze maand is toch wel deze jurk. Je zag er al een sneak preview van in de video over dingen waaraan ik merk dat ik ouder word. Daar had ik hem in sommige shots al aan. Dit wordt lastig om te laten zien. Maar de bovenkant is van gestipt mesh spul. Waardoor die ook wel een beetje sexy oogt. En je hebt, nou ja, wit borduursel spul. In ieder geval wit genaaid dinges. Het moeten engelenvleugeltjes voorstellen. En daaronder, ik pak hem even zo vast, is het eigenlijk gewoon zwart katoen. Hij zit strak in de taille. Floept dan naar buiten uit. Zoals ik mijn jurkjes eigenlijk het liefste draag. En ja, ik vind dit echt een prachtige jurk. Hij kostte ook wel 100 euro. Hij komt van de Top Vintage webshop vandaan. Waar ik heel af en toe aankopen doe. Als ik echt verliefd word op een jurk. En dat was hiermee het geval. Ik zat gewoon een beetje mindless op internet te shoppen. Ik verveelde me een beetje. En toen zag ik deze jurk. Toen was ik verliefd. En toen had ik hem ineens gekocht. Zoals dat soms wel eens gaat. Maar wat ik heel fijn vind aan deze jurk is dat hij heel erg eigenlijk kan voor verschillende gelegenheden. Ik denk dat ik hem zou dragen met kerstmis, want daar vind ik hem chic en schitterend genoeg voor. Maar op zich kan die naar kantoor ook heel goed. En ik vind het wel heel mooi om mijn haar zeg maar op te steken, zodat je dat gestipte mesh heel goed ziet. En ja, echt mijn lievelingsaankoop van deze maand. Ik vind het echt een super mooie jurk. En tot slot wat kleding betreft deze sokjes die ik ook van Top Vintage heb. Die zal ik eventjes in beeld laten zien. Het zijn dus gewoon een soort van pantykousjes met opaque stipjes erin. En nou, dat vind ik gewoon heel leuk om bijvoorbeeld in pumps te dragen. Maar ik heb ze nu dus in mijn Dr. Martens gestopt. En dan mijn broek een beetje opgerold zodat je ze ook een klein beetje ziet. En dat
Vind ik gewoon een heel erg leuk detail. Het voegt echt iets toe aan je outfit, maar het is wel subtiel. Ik heb deze maand maar 2 cosmetica items gekocht. Bizar. Maar het eerste is in ieder geval weer een nieuwe fles droogshampoo. Hij is ook alweer bijna op inmiddels. Droogshampoo gaat er hier gewoon hard doorheen, want ik hou er niet van om elke dag mijn haar te wassen. Dus af en toe even schoonmaken met droogshampoo en dan kan mijn haar er weer een tijdje tegenaan. Dus die kocht ik. En ten tweede een nieuwe haarmousse. Normaal gesproken had ik altijd de volume mousse van John Frieda. Dat was zo'n blauwe bus. Maar die kon ik nergens meer vinden ineens in mijn kruidveld. Dus ik ben heel erg bang dat die uit het assortiment gehaald is. Ik hoop het niet. Maar goed, ik moest dus even heel snel iets anders verzinnen. En mijn oog viel op deze mousse van L'Oréal. Het is de Curl Power mousse. Waar ik niet zo heel erg veel van merk, want... Nou ja, ik had vroeger een soort van officieel slag in mijn haar. Maar hoe langer het wordt, hoe minder slag ik krijg. En krullen, dat is echt al helemaal niet te maken in dit haar. Zonder krultang althans. Met krultang ook amper. In ieder geval, mousse gekocht. Ik ben er heel tevreden mee. Ik vond de volume mousse eigenlijk ja, nog wel net iets fijner, lichter of zo. Deze mousse voel ik iets meer in mijn haar zitten. Maar dat went vanzelf. En mousse is mousse. Dus mousse. En dan tot slot nog 2 overige dingetjes. Ten eerste deze schalen. Dit zijn ja, schalen van Albert Heijn. Die zag ik liggen. Ze waren niet duur, volgens mij 4 euro per stuk. En nou, ik vind het gewoon leuk. Ik had al zo'n soort van bamboe schaal van Ikea. Die ik heel erg mooi vind. Die gebruik ik als soort van fruitmand. En deze bakken vind ik heel erg leuk om bijvoorbeeld op verjaardagen of feestjes of weet ik veel wat chips in te doen. Of sla in te maken. Weet ik veel wat. Ze zijn natuurlijk gewoon vet veelzijdig. Dus deze heb ik al veel gebruikt. Ik vind het heel leuk dat ze dus nou ja, aan de buitenkant wit zijn. Maar toch matchen bij die schaal die ik al had. En ja, meer kan ik er niet over zeggen. Ik vond het gewoon vet leuk. En dan om de video mee af te sluiten kocht ik nog iets via Marktplaats. In mijn vorige video, in mijn vorige shoplog, zei ik dat ik naar het concert van Paul Simon was geweest eind oktober. Wat een super vet concert was. En ik vond het gewoon niet kunnen dat ik zijn plaat Graceland nog helemaal niet had. Het is echt een plaat uit 83 of zo. 86, 1986. Dus een vet oude plaat, maar echt een klassieker. En deze heb ik dus via Marktplaats op de kop getikt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet geluisterd heb. Maar ik heb de muziek van Paul Simon de laatste tijd wel weer echt heel veel aanstaan. En ik hou ervan. Dus deze, die staat goed in mijn collectie. En dat was het weer voor deze maand. Ik zie je over 6 dagen weer terug in de volgende video. Volgende maand laat ik je bovendien ook zien wat mijn favoriete aankopen waren van heel 2016. Dus dan pak ik het hele jaar terug en laat ik je echt zien wat nou echt mijn ultra favorieten waren. Ik hoop dat je deze video met heel veel plezier bekeken hebt. En dat je er over 6 dagen ook weer bij bent. Doeg! Ik wil zitten bij concerten. Maar eigenlijk wil ik gewoon altijd zitten. Ik drink niet meer op doordeweekse dagen. Maar als ik drink, dan is het droge witte wijn in plaats van zoete witte wijn. Na 3 wijntjes ben ik dan dronken. En als ik dan een keer dronken word, ben ik daarna 3 dagen helemaal gevloerd.